gewoon zo met jouw vinger zo langs een boekenkast gaan en dan zo, ja, die boeken zien staan, daar een stukje in lezen, weer terugzetten, een volgend boek nemen. Ja, ik vind dat een heel leuk gevoel. Boeken brengen mij soms wel een beetje terug naar mijn eigen kindertijd. Er is bijvoorbeeld een boekje waaruit mijn ouders mij vroeger voorlazen als ik nog een heel klein kindje was. Een boekje met gedichten eigenlijk. En misschien hebben die gedichten mij ook wel, ja, de eerste liefde voor poëzie bijgebracht. Ik denk dat ik wel een beetje de boeken probeer te schrijven die ik misschien zelf ook als kind graag gelezen zou hebben. Ik schrijf misschien wel voor het kleine meisje dat ik was. Das geeft de bal een schop. Bros draait om en om en vangt de bal dan op. Ik vind het zeker leuk om aan kinderen over mijn boeken te gaan vertellen. Het toffe daaraan is dat je ook eens echt met je doelpubliek in contact komt. Je ziet ook meteen hoe ze op je boeken reageren. Dat is het toffe aan kinderen, die zijn ongelooflijk eerlijk in hun reacties. Altijd als ik onderweg ben, heb ik een notitieboekje bij me, omdat je altijd, ja, plotse invallen kunt hebben. Je hebt soms ineens gewoon een woord in gedachten of een goede zin. Of je ziet een scène gebeuren. Bijvoorbeeld als ik op de trein zit, volg ik ook wel eens een gesprek van mensen, kinderen. Dat kan inspireren en dan is het altijd, ja, heel handig om dat notitieboekje bij te hebben en snel iets te kunnen noteren. Mijn poëzie, ja, die schrijf ik nog wel met pen op papier. Misschien vooral omdat ik, omdat ik vind dat dat een zekere charme heeft. Maar het is ook er zit een zekere traagheid dan in dat schrijven. En dat is een traagheid die ik bij het schrijven van poëzie ook wel nodig heb. Van Dale is eigenlijk vooral een inspiratiebron als ik aan het schrijven ben aan mijn gedichten. En de woorden die je in je hoofd hebt, die zijn eigenlijk maar beperkt. En in dat boek, in die driedelige dikke Van Dale, staan zoveel woorden waar je zoveel mee kunt. Woorden die je dan weer op andere woorden brengen. Je kunt daarin ook de verschillende betekenissen van een woord ontdekken. Want heel vaak ken je van een woord één betekenis, maar weet je niet dat dat woord ook nog 5 compleet andere betekenissen heeft. Mijn meest recente kinderboek, dat heet Het geheim tussen de boeken. Daar spreekt ook al, ja, mijn eigen liefde voor boeken uit waarschijnlijk. Misschien een liefde die ik ook wel aan kinderen wil doorgeven. Het boek gaat over een boekenwurmpje dat in een grote oude bibliotheek woont. En daar eigenlijk op zoek is naar een geheim. Het is een ode aan het boek, maar het is eigenlijk ook een liefdesverhaal. Maar daar ga ik niet meer over vertellen dan dat. Moeten de mensen zelf maar eens lezen om dat te ontdekken. Dat is ook een beetje het geheim.